Hoi Weegschaal, dankjewel dat jullie weer naar mijn kanaal kijken, Tarotispe. Ik ben Simone en vandaag gaan we de kaarten leggen voor werk en carrière. En het is weer eens wat anders. Mocht je na deze reading nog zoiets hebben van ik zou wat meer verdieping willen, één op één een gesprek, via WhatsApp camera de actie, 15 minuten voor 15 euro, die geldt nog steeds Weegschaal. Luchtteken Weegschaal, we zitten ook nog steeds in Mercurius retrograde. Dat betekent dat we nog steeds te maken hebben met versprekingen, contracten waar je voorzichtig mee moet zijn, communicatie die niet helemaal geweldig is in Mercurius retrograde, maar we gaan gewoon door. Oké, sterrenbeeld Weegschaal, wat is belangrijk? Luchtteken Weegschaal. Zevende teken van de dierenriem. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld Weegschaal? Sterrenbeeld Weegschaal. Wat is belangrijk op dit moment voor sterrenbeeld Weegschaal? Werk en carrière. Oké. Ja, Weegschaal. Ook veel luchtenergie, net als de waterman. En ik denk dat jij de komende tijd gaat vertellen wat je op je hart hebt. Je gaat meer de waarheid vertellen. In het verleden, in je werksituaties, je hebt natuurlijk altijd als Weegschaal waarschijnlijk veel met werkrelaties te maken, met klanten in de sales of überhaupt veel contacten qua werk. En het is in het verleden nogal moeilijk geweest, denk ik, om die lieve Weegschaal die zich altijd goed kan verplaatsen in anderen, om die in balans te houden met wat je zelf nodig hebt. Dus er niet altijd te zijn voor je relaties, maar ook kijken van wat zijn mijn eigen behoeftes. En ik denk dat de komende tijd in jouw werk jij veel meer van je af gaat spreken, veel meer voor jezelf gaat opkomen van ik vind dit niet fijn, ik wil dit. Als het om contractbesprekingen gaat, wacht dan eventjes tot Mercurius retrograde voorbij is. Dat is rond 24 april en daarna kun je weer, gaat Mercurius weer direct en kun je veel meer bereiken dan in deze tijd tot die tijd. Maar dat jij veel meer voor jezelf op gaat komen. We zitten natuurlijk ook nog steeds in het ramseizoen, wat het tegenovergestelde teken is van Weegschaal. En ram is natuurlijk veel meer aan jezelf denken in plaats van aan de ander. Maar wat bij jullie natuurlijk heel belangrijk is, is ook dat Venus aspect. Je vindt het fijn om prettige relaties met mensen te hebben en je houdt niet van ruzie als Weegschaal zijnde. Maar de andere kant is ook dat je niet genoeg van je afspreekt, dat je niet genoeg vertelt wat voor jou belangrijk is. Dus als je in een werksituatie zit waarin er wat onvrede is of waarin je elke keer maar toegeeft, ja, ik werk wel over, dat doe ik wel even deze klus, dan wordt het misschien tijd, Weegschaal, om jouw duit in het zakje te doen en daar een balans in te brengen. Want als je altijd maar toegeeft, kunnen mensen ook over je heen lopen en worden eigenlijk diegene zijn behoeftes op de eerste plaats gezet. En dat is natuurlijk niet alleen in het bedrijf waar je werkt, maar ook met je klanten. Als je altijd de enige bent die dan toch nog maar eventjes in het weekend terugkomt, of een klusje hier, een klusje daar, omdat je eigenlijk van nature heel vriendelijk bent, want dat ben je Weegschaal. Mag je daar wat kritischer naar gaan kijken de komende tijd? Want ik zie dat de carrière er goed uitziet. Alleen je mag dat aspect in verband met relaties, met sales of als je gewoon, je kunt ook een sales zijn die relatieonderhoud doet. Maar of je zit in de verkoop, maar het kan ook zijn dat je in een zorginstelling werkt waarin je veel met verschillende soorten mensen te maken hebt. Maar kijk goed, waar liggen jouw behoeftes en waar liggen de behoeftes van die ander? En ik denk als je dat meer in evenwicht krijgt, dat jouw werkplezier ook omhoog gaat. En dat je
prettige relaties onderhouden zijn voor de weegschaal heel belangrijk. De weegschaal die werkt niet alleen maar voor het geld, maar vooral voor de mensen. En relaties met mensen is heel belangrijk voor de weegschaal. Communicatie dus ook, maar gebruik die communicatie niet alleen maar om gezellig een goede sfeer te creëren, maar gebruik die communicatie in deze maand ook om voor jezelf op te komen. Als het om een contract gaat, wat ik al zei, wacht dan na 24 april tot Mercurius weer direct gaat. Maar leer in deze tijd wel om te zien waar liggen mijn behoeftes. Wat heb ik misschien in het verleden wat onderdrukt? Mijn behoeftes, de onderliggende dingen. En nu komen die aan het licht. Dus kijk ze aan. Misschien dat je in deze tijd veel meer realisaties krijgt van waar je ontevreden over bent of wat je zou willen veranderen in je werk. En ik denk dat je de komende tijd dat ook gaat doen. En misschien heb je wel zoiets van, deze relatie of deze werksituatie past niet meer bij mij. Ik ga iets anders doen, ik sluit iets af en ik ga iets anders zoeken. Dus het kan ook zijn dat er veranderingen op je pad komen, waardoor je het oude achter je laat en openstaat voor het nieuwe. Omdat het nou eenmaal in die andere baan, zijn ze misschien gewend dat je altijd alles doet. Of ben je gewend dat je geen pensioen krijgt of ben je gewend aan dit of dat. En dat je denkt, ik ga mijn horizon verbreden. Ik ga kijken wat er nog meer te solliciteren valt. En wacht daarmee ook tot na 24 april weegschaal. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Het voor jezelf opkomen, het in balans brengen van de behoeftes van anderen naar de behoeftes van jezelf. Een prettige werksfeer creëren, maar dan wel in balans met jezelf. Dat is eigenlijk jullie reading voor werk en carrière op dit moment. En het Venus aspect speelt natuurlijk ook mee bij weegschaal. Een mooie, gebalanceerde omgeving. Als je bijvoorbeeld een omgeving hebt die, ja, waar veel geroddeld wordt, of een omgeving waar er rommel is of dat soort dingen. De weegschaal is altijd voor harmonie en schoonheid. Dus probeer dat ook terug te vinden in je werk. Oké, weegschaal, dat was het weer. Misschien zie ik jullie voor een personal reading. En anders tot de volgende reading. Doei doei!